staan hier bij de bergpeper, ook wel de Santoxylum simulans. Enorm kenmerkend, de bessen die er aankomen, eigenlijk de pepertjes zou je kunnen zeggen, zitten er tussen juli en september aan. Op het moment dat je die in de mond doet en kapot bijt, geeft die een enorm verdovende werking. De plant kent zijn herkomst, niet uit Europa, maar Korea, Japan, China. En je ziet hem in steeds populairder worden, omdat hij natuurlijk ook een vruchtdragende plant is. Het leuke is dat ondanks het feit dat hij niet inheems is, toch een drachtplant is voor bijen. Dus daarmee ook die dubbele functie heeft. Het meest kenmerkende zijn eigenlijk de dorens op de stammen. Hè? Als je die één keer gezien hebt of vastgehouden hebt, dan vergeet je het nooit meer. Daarmee ook zeker op een locatie waar bijvoorbeeld vernieling mogelijk is, zou deze boom ook wel eens een mogelijkheid kunnen zijn als die bijvoorbeeld in bakken of in een beplanting aangeplant zou moeten worden. Samengesteld blad, heel mooi transparant. Het bloemetje, en dat begint nu te komen, en misschien kun je het zien, komt erin in juni. Dus we zijn eigenlijk net te vroeg, maar groen, bescheiden. De bessen daarentegen worden vuurrood en met kapotmaken zit er een klein zwart pitje in. Goed op daken, goed in bakken, eigenlijk een ideale boom voor de openbare ruimte of de wat moeilijkere situatie. Houdt van de zon, maar ja, dat verraadt zijn herkomst natuurlijk al.